Welkom bij deze minuut van Ineke. Ik ga het nu hebben over een tekening van Karel Willink, beroemd door zijn magisch realisme. Dit is een voorstudie voor het schilderij van Mathilde Willink Tussen de Monsters. Het leuke van deze tekening is dat hij, de tweede van rechts, heeft hij zijn eigen hoofd getekend. In 1983 heb ik hem nog bezocht. Ik had de afspraak gemaakt met Sylvia. Die heeft mij het atelier laten zien en wat schilderijen. Op het allerlaatst zei Karel van kom even bij me. Hij lag al in bed, heel ziek al. Ik ging op de rand van zijn bed zitten en toen trok hij zo heel stiekem een fles onder zijn lakens vandaan van wil je ook een slied of iets? Dat was zo leuk. Vroeg hij zo van en hoe vond je het atelier en heb je nog een leuk schilderij gezien? Zou je er een willen kopen? Nou, toen heb ik uiteindelijk deze tekening meegenomen. En voor mij was het een onbeschrijfelijk moment dat ik zo Karel Willink heb mogen kennen.